is het hij die dan heer en meester is dit seizoen hier bij de BMX Boys. 8 jaar, we hebben het hier over de man van het talentteam, niemand minder dan Fan Fennings. Hij gaat hier de winst denk ik pakken in deze halve finale. Zou het ook zo maar eens kunnen zijn dat hij daarvoor gaat strijden in die finale. En dan denk ik zelfs dat hij gewoon die pruik en die grote beker vandaag mee gaat nemen naar huis. Want hij is de verslaanbare man, om het zo maar te zeggen. Hij is degene die hier moet verslaan om een afspraak te kunnen maken op die grote beker. Maar het is er niet besteden op die derde, vierde, vijfde plaats. Want daar is het spannend om een ding van Ina Lolle nu een tasje bij moeten zetten. Gaat uit de 272, dus dan gaat het spannend worden. Schouder en schouder gaat het daar worden. Hoor dat ik dat het Roman is die daar toe moet geven en gaat toch door de man van...